De restauratiewerken, hoe verliepen die? De restauratiewerken die zijn tamelijk vlot verlopen. Wij zijn begonnen in mei 2014 en die zijn uitgevoerd door de firma Monument van de Kerkhoven Ingelmunster. Het was een vrij grote restauratie. Ik bedoel daarmee dat er dingen gebeurd zijn die misschien direct niet zo uiterlijk aan het licht zijn gekomen, maar als de kap vooral opengelegd geweest is, dan hebben wij gezien dat er het een en het ander aan de muurplaat moest gebeuren, want het dak vroeger, dat rustte volledig op de goot. En dat is niet goed natuurlijk, want dan gaat de goot weggaan van het gebouw zelf. Nu is dat opgelost geweest door het dak te laten rusten op de muurplaat zelf, zodanig dat de druk weggaat van de goot zelf. Bij het dak is er ook een bijkomende moerbalk geplaatst om de nieuwe dakruiter, die eigenlijk de kers op de taart is hier van de kapel, om die op te vangen. Wij hebben die laten reconstrueren naar het oorspronkelijke torentje, naar het oorspronkelijke model dus. In het torentje zelf hangt er een nieuwe klok die geleverd is door Meridiaan. Die zal zo ongeveer een 300 kilo wegen. Het is een zeer mooie klok, waar wij fier op zijn natuurlijk. Hè. Voor stenen zijn er eigenlijk gebruikt? De stenen die nu gebruikt zijn, is de Richemont Jaune. En de Richemont Jaune die komt eigenlijk van de streek, een Médoc-streek. Die komt van de streek van de Cognac. Dat is een zeer goede steen en zal waarschijnlijk beter bestendig zijn, weersbestendig zijn, want vroeger werd de avendersteen gebruikt. En die avendersteen zie je nog boven de nis waar Onze Lieve Vrouw in staat, aan de ingang, zie je nog getuigen ervan. En boven de biechtstoelen, de uitgewerkte biechtstoelen, buiten natuurlijk, zie je ook nog sporen van die avendersteen. Die avendersteen was minder goed, like dat ik zeg. Maar dat was wel interessant misschien in die tijd, hè. In begin 1800, omdat het gemakkelijk was. Hij kwam van Cambrai, is niet zo heel ver. En die werd hier aangevoerd langs de Schelde. En ik kan me zo voorstellen dat die steen met een boot tot Peterhem bijvoorbeeld kwam. En dat ze dan met kar en paard die avendersteen naar hier brachten. Het was waarschijnlijk een beetje uit
uit praktisch oogpunt, hè, dat ze die steen ook gebruikten. Nu is die allemaal vervangen door die Richemont jaune. En de plinten zijn ook hier en daar vervangen. Dat is blauwe doornikse steen. En de steen hier achter ons is ook wel iets speciaals. De steen achter ons vind ik zeer mooi, omdat de sacristie was zodanig bouwvallig. Die is volledig gesloopt. En het is een beetje een idee van Bressers, van het architectenbureau Gent, Bressers, van die dingen hier te bezigen, die leien. Die leien die komen ook van Spanje. Voor mensen die een beetje onderlegd zijn, dat is Excelencia Manchada. Die komt van Spanje en dat heeft wel een, op het eerste zicht een speciaal effect. En eigenlijk sluit het heel goed aan bij, het, bij de kapel, vind ik persoonlijk. En ik hoor dat de meeste mensen enthousiast zijn over het resultaat. En waarom vindt u dat het goed aansluit? Ik persoonlijk vind omdat het zo een beetje een moderne touch toets heeft aan het geheel. Hè? Zo'n beetje een bewijs dat oud en nieuw soms heel goed kunnen samenhangen, vind ik. Ja. En waarvoor wordt de kapel eigenlijk nog gebruikt? De kapel wordt zeker ieder jaar gebruikt voor de jaarlijkse noveen. De mensen van Moorenhem kennen dat zeer goed en de mensen van de streek ook wel een beetje. Dus het eerste weekend ongeveer van juli gaat er hier 9 dagen na elkaar een noveen. Heeft daar 9 dagen na elkaar dus een noveen plaats. Een noveen dat is eigenlijk een periode van 9 dagen na elkaar eucharistie vieren en samenkomen. Het eerste weekend wordt het beeld van Onze Lieve Vrouw ten Doorn wordt vanuit de kerk gedragen en zo in processie naar hier gebracht. Dat is zoiets dat wij een paar jaar geleden weer ingevoerd hebben. Ik vind dat een mooie geste zo. Het beeld van Onze Lieve Vrouw die heeft ook prachtige zilveren kronen die geschonken zijn door Eugène van Obroek, de familie Eugène van Obroek. Een scepter, een kleine kroon en een grote kroon. Dat zijn 3 waardevolle zilveren stukken die wij tijdens de processie natuurlijk laten meegaan. Hè. De betekenis van de wapenschilden, ja. Kunt u daar iets meer over vertellen? Eigenlijk zijn de wapenschilden wel heel betekenisvol hier in de kapel. Onze Lieve Vrouw ten Doorn van Moorenhem. Het eerste wapenschild is van Charles van Spieren en van zijn vrouw, zijn echtgenote Anne Delval. Het waren eigenlijk de oprichters van de kapel voor deze kapel. Dus in 1663 hebben zij een kapel gebouwd die dan die waarschijnlijk verwoest geweest is, zeker verwoest geweest is, tijdens de Franse Revolutie. Er is een tijdje geweest dat er dus een puinhoop te zien was hier, maar vrij spoedig heeft Eugène van Hoogbroek, die het huidige kasteel bouwde, samen met zijn vrouw Marie-Anne Hameling, die hebben de kapel, deze kapel, opgericht in 1805. En dat zou naar aanleiding geweest zijn van de genezing van hun dochtertje Carolina, Virginia Carolina van Hoogbroek. Zij lieten dus deze kapel oprichten. Het beeld dat u ziet is gemaakt naar de oorspronkelijke Madonna die erin stond. Ze hebben met klei rond het oude beeld gemodelleerd en dan is dat ingescand geweest en aan de hand van die scan is dit beeld dan gebeeldhouwd. Ik denk dat dat wel geslaagd is, dat dat een mooie realisatie is van de kerkhoven. En het altaar, Zotter. Is dat nog echte marmer of waaruit bestaat het? Het altaar is zeker geen echte marmer. Want in de 18e eeuw, in de kerken ook, werd alles naar klassieke periode teruggebracht. En de mensen hadden niet altijd het geld. En het is gewoonlijk in hout, gemarbreerd zoals wij dat noemen. En er waren ook veel Italiaanse
kunstenaars, ambachtslieden die in onze streken de kerken kwamen versieren. Zij konden dus allerlei soorten kleuren van marmer nabootsen. Als je ooit een heel mooi voorbeeld wilt zien, dan moet de Sint Maria Orebeek in de grote kerk, dat is prachtig allemaal gemarbreerd. Dus bij ons is het ook eenvoudig in onze kapel, namaak van de witte marmer van Carrare. En wat is de betekenis van de lintjes in de boom? De lintjes eigenlijk hebben een zeer grote betekenis gehad. En misschien nu nog voor sommige mensen, omdat tot ongeveer 1948 kwamen de moeders hier bidden voor hun kindjes, vooral voor zieke kindjes. En dan namen ze in die tijd waarschijnlijk wel geen lintjes, maar of het zullen waarschijnlijk stukken geweest zijn van kledij van een baby die ze dan in de meidoorn knoopten. Die betekenis ervan is eigenlijk de ziekte proberen af te knopen. Het moet gedaan zijn. Ze baden tot onze lieve vrouw en ze zeiden, alsjeblieft, maak er een einde aan. Wij knopen die ziekte af. Dat is eigenlijk zo'n beetje de betekenis van die lintjes. En is dat altijd in een meiboom, een meidoorn? Maar ik weet dat in sommige andere kapellen kan dat ook eventueel in nissen zijn of aan tralies of zoiets. Dat moet niet altijd per se in een meiboom, maar ik denk dat het hier meestal in bomen geweest is. Hè? Zo is dat hier gegaan. Ja. Ja, er hangt daar dus boven in de kapel een gigantische rib. Ja. Van welk beest is dat? Dat is eigenlijk een rib van mammoet. Maar wat eigenlijk de herkomst van die rib, zijn er zo allemaal van die gekke verhaaltjes. Ja. De ene zegt, ja, dat was de kasteelheer die gevochten heeft en die als trofee de mammoet ribben meegebracht heeft. Anderen hebben andere verhalen erover. Maar toevallig was ik van de zomer in Sevilla en als wij binnenkwamen in de kathedraal, dan zag ik diezelfde mammoetribben hangen. En daartegen hing er ook een krokodil. En dan dacht ik direct aan onze lieve vrouw ten Doorn hier. En die krokodil, dan dacht ik aan Kerzelaren. Dat was heel toevallig, ik vond dat zo een beetje komiek. Maar wat dat eigenlijk, volgens mij, is dat die ribben zal waarschijnlijk gekregen geweest zijn door bijvoorbeeld Eugène van Obroek, een van zijn relaties die hij had. Waarschijnlijk archeologen of zo. En is die hier als curiositeit opgehangen geweest. Het was misschien ook een middeltje om mensen een beetje promotiemateriaal voor de kapel. Ik weet het niet, maar het zou best kunnen.
De gemeenteschool dateert van 1911-1912. Is gebouwd door Albert Massé, een architect uit Ronse, die door de bouw van heel wat Art Deco woningen in Ronse zijn stempel gedrukt heeft op het stadsbeeld van Ronse. Maar voor de mensen uit Oudenaarde zijn misschien meer gekend of door zijn arbeiderswoningen in de Gevaartsdreef. Mooie, heel mooie arbeiderswoningen in de Gevaartsdreef. De Woeker is van zijn hand, de kerk van Leuperem is van zijn hand. Dus het was een zeer actief man. Was trouwens getrouwd met de nicht van Horta. Vandaar zijn Art Deco woningen in de Ronse. En hier heeft hij een gebouw neergezet, ja, mooi in zijn eenvoud en eenvoudig in zijn schoonheid. Hij heeft uiteindelijk maar twee verschillende materialen gebruikt, bakstenen en pannen. En met de verschillende materialen heeft hij dus vooral de nadruk gelegd op decoratie. Bijvoorbeeld de dubbele frontons, waar dat je ziet dat hij gewoon met een gele baksteen de relief laat uitspringen. Het gebouw is volledig opgebouwd in traveen, dus parallele stukken waar dus deuren en ramen in zitten en wordt dan altijd geaccentueerd door die gele bakstenen die dus decoratieve element zijn zonder op zich te opzichtig te zijn. Ja. 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 Zeer eenvoudig, maar mooi, mooi gebouw. Ja, prachtig. Absoluut. Ja, en wat is eigenlijk de functie van het gebouw momenteel? Ja, dus vroeger was dit de gemeentelijke jongensschool. Tot in de jaren 70 was hier lager onderwijs. Dan is dat gebouw een beetje in verval geraakt, maar is nog altijd gebruikt geweest door de verenigingen voor sociale activiteiten. Maar het beantwoordde niet meer aan de eisen van de huidige verenigingsleven. Dan is beslist geweest in 2011 om het gebouw te renoveren en het ook terug de sociale functie te geven die Moorgem uiteindelijk verdient. Want in Moorgem is er dus geen enkel ankerpunt meer waar de lokale bevolking elkaar kan ontmoeten, de kerk is gesloten, er zijn geen winkels niet meer. En dit is dus de ideale plaats om elkaar te ontmoeten, vooral voor de oudere generatie is dit dus een unieke gelegenheid om elkaar opnieuw te ontmoeten. Vandaar dat, ondanks de hoge kosten, dit gebouw zeker zijn sociale functie waard is. Dus het is een onmiskenbaar onderdeel van het sociaal netwerk die wij in de huidige tijd zeker kunnen gebruiken. Dus vandaar zeker zijn geld waard. En concreet, wat zou er hier dan kunnen doorgaan? Feesten of? Op zich kan alles hier doorgaan. Het is natuurlijk niet een megazaal. Er kunnen ongeveer 80 personen in. Maar ik denk bijvoorbeeld in de mooie keuken die er nu is, kunnen kooklessen doorgaan. KVLV-verenigingen kunnen hier kooklessen organiseren. Ik zeg maar, een privépersoon die een communiefeest wil organiseren, kan niet terecht in de zaal. Alle accommodatie is aanwezig. Er is een keuken, er is een bar, er is bestek. Je moet niks meebrengen buiten je goed humeur om hier een activiteit. Er kan een lezing plaatsvinden, er kan een kleine tentoonstelling plaatsvinden. Dus het is echt multifunctioneel uiteindelijk. Ja.